nu een paar weken burgemeester van Hengelo. En mijn inwerkperiode heeft zich hier bevonden achter mijn bureau, in vergaderzalen en in gesprekken met inwoners, verenigingen, ondernemingen. En meer dan ooit zult u mij buiten zien en zult u ambtenaren nog meer buiten zien, wethouders nog meer buiten zien en raadsleden. Want in de stad, bij de inwoners, daar doen we het voor. En dat inspireert mij ook om in Hengelo burgemeester te zijn. Ik ga u de komende periode meenemen naar die inwoners. Bijzondere Hengeloers. Gewone Hengeloers. Die met hun wensen en verlangens uw Hengelo zullen laten zien. Ik ga nu het laatste shot achter mijn bureau. Want voortaan ben ik in de stad. Vandaag begin ik bij de leukste kapsalon van Overijssel. Ze doen het mee voor de landelijke verkiezingen. En ze zijn de hoogst gewaardeerde kapsalon, de leukste kapsalon. Dat zijn twee zusjes en daar ga ik nu naartoe, want ik ben heel benieuwd waarom zij nou de leukste zijn. Hier in de Brinkstraat. En loop mee. Hallo, welkom. Goedemiddag. Hoi. Wel. De zusjes. De zusjes. En jij bent? Mathies. Goed zo. Nou, leuk proficiat met jullie uitverkiezing. Daar begint het al mee. Ja, heel erg. En ik ben heel benieuwd waarom jullie de leukste kapsel zijn, dus daar gaan we nou weer op. Ja, nou, dat is goed. Nou, dames, daar gaan we beginnen. Want u knipt ook heren. Dames en heren. Kinderen aan. Ja, bij mij valt er niet meer zoveel te knippen. Maar goed. Oké. Vertel, waarom denken jullie dat je nou uitverkozen bent voor de leukste kapsalon van Overijssel? Ik denk dat er hartstikke veel leuke kapsalons in Overijssel zijn. Ja. Ja, we hebben ontzettend veel vaste klanten. Al de derde generatie al bij ons komen. Al kleine kinderen al. Derde generatie. En ja, het is gewoon wat wij dan horen, tenminste, naar deze titel. Dat ze dan met een prettig gevoel bij ons weggaan. Tenminste, dat horen we dan. Nou, vertel eens even, welk advies moet je bij deze bijna kale burgemeester dan gaan doen? Bij u moet het toch een soort senioriteit uitstralen, dus je mag een beetje bijwerken, een beetje nekharen af. Ja, oké. Gewoon verzorgd en netjes. En hoe lang zitten jullie nou hier? Nu 20 jaar nou precies. 20 jaar? 20 jaar. Dus het is wel... Het werd wel tijd dat jullie de leukste kapsel hebben. Het werd tijd dat we zo'n titel kregen. Goed zo. En er zijn heel veel kappers in Hengelo, ja, heel erg. Dus daar onderscheiden is wel belangrijk. Ja, ik denk dat wij in het centrum liggen en zonder afspraak. Maar heb je nou al mijn haar gezien of niet? Hoe het met mijn haar gaat? Ja! Weg zit recht. Ja, dat is wel mooi. Dat ziet er wel goed uit. Ja, dus is het wel een beetje redelijk. Ja, dat ziet er wel netjes uit. Dus een beetje bijwerken. Jullie zitten ook echt al 20 jaar hier. Ja. Jullie hebben van die mooie namen. Waar komt dat vandaan? Wij zijn van Turkse afkomst. Van Turkse afkomst. Okay. Hens voor Heer is ook onze naam in verwerkt. Hatties en Sevier. Dat is een voornaam. Ja. En Sevier, Hens voor Heer. Dat is hem. Leuk. Nou ja, dat is... En die hebben we zelf verzonnen. Dus zo in één keer schoot het ons binnen. Zo van, oh ja, Hens voor Heer. Dus jullie zitten zeker niet met de handen in het haar? Nee. Dat niet? Nee. Ja, letterlijk. Maar niet natuurlijk voor hen. En hoeveel mensen werken hier? Wij werken met z'n 10. Ja. Zo. Ruim team. Ervaren team, ze werken al meer dan 10 jaar bij ons. 15 jaar zelfs nog meer. Sommigen zelfs meer. Allemaal trouw. Allemaal heel trouw. Ja, het is goed. Net als onze trouwe vaste klanten, zeg maar. Ja. En hoe wordt erop gereageerd? Heel leuk. Ja. Heel erg leuk. Heel veel hebben het gelezen in de krant. Ze zullen er nu vast meer gaan horen nou u bij ons bent geweest. Nou, dat zal wel. Ja. Dat ligt dan aan jullie prijs hoor. Allemaal. Dus u ziet maar weer, de leukste kapper van Overijssel en misschien ook wel landelijk, die zit in Hengelo. Nou dames, daar gaan we nu mee.